Welkom bij een nieuwe aflevering van Matenhuis, de show waar Stefan en ik bekende Nederlanders en YouTubers in de zeik gaan nemen. Ja, en vandaag pakken we niemand minder dan Fred van Leer. Waarom doe je dat nou? Sorry. Gewoon allemaal make-up uitgelopen meteen. Sorry man, sorry, het is erg. Vandaag pakken we niemand minder dan Fred van Leer. Klats! Wow. Knappe man. Wow, een knappe man. Zeker. Degene die in het complot zit is de oh zo prachtige Anna Nushin. Nog knapper. En die werkt zo graag hier aan mee, dat wil je niet weten. Kijk, dit is Anna Nushin in de BH. Oh! Ja, heel fijn. Yes. Heel okay. Fijn. Wat we hebben geregeld is het volgende. Wij hebben gefixt dat we een schoonheidsspeciaalzaak, ik weet niet hoe dat heet. Schoonheidsspecialist. Tot onze beschikking hebben waar Anna en Fred een lekker maskertje gaan krijgen. En dat ziet er ongeveer zo uit. Oké. Okay. Sorry. Fred denkt namelijk dat hij een item gaat opnemen voor RTL Boulevard samen met Anna Nushin. Het is helemaal hip en happening. Fred die krijgt een maskertje, maar Anna die krijgt een andere wandeling. Die gaat namelijk haar lippen laten vullen, maar niet normaal, maar met een of andere overgewaaide trend vanuit L.A. Vanuit L.A. Wat zit je nou eruit te doen? Ja, dit heb ik bedacht. Dat is top. En daarna gaat het dus fout. Haar lippen gaan ontsteken, haar lichaam verlamt helemaal en er moet de ambulance komen. Ja. En die spelen wij. Fred belt 112. Ik krijg mij aan de telefoon. Oké, waar ga je naar, Fred? Ja. Dit is de locatie waar we Fred gaan naaien. Met vriendin Anna Nushin die de spuit ontvangt en hysterisch wordt. Ons professionele boulevardteam, redacteur Aniek en cameraboy Robin. De irritante Limburgse schoonheidsspecialiste Sharon. En natuurlijk de ambulancebroeder Jos. Nou, we zijn weer aan roet, lieve mensen. We gaan onderweg naar Amsterdam met die heerlijke Sander. Hij is Hans. En we hebben opnames met die heerlijke Anna Nushin. Fred, die heeft geen idee wat hem te wachten staat. En Instagramt er lekker op los. Terwijl ons team op hem wacht. Nou, en dan ga je toch nog even door. Want deze vrouw heeft toch nog even iets anders zo nodig wat ze moet doen. Dus ik had eigenlijk een heel ander plan voor vandaag. Maar met jou is het wel gezellig, baby. Echt, hè? Heerlijk. Ga je ze openen? Ja, joh. Goedemiddag. Hi, hi. Hallo. Hi, hi. Hoi. Hoi. Hi, hi. Anna. Hoi. Hi. 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 Anna. Hi. 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 Hoi. Hoi. Wat een gezellige paas. Ja. Etalage bij jou. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ja. Ja. Ik ga, mag ik jullie alvast zenden, hè? Want dan willen we zo even een leuk intro. Ze zijn binnen. Ja. En ik krijg een peeling. Ja. Dat vind ik wel heftig, jongens. Ja, maar een peeling, dat is toch... Ja, ik moet naar Boulevard. Dat kan helemaal niet, schat. Over, we gaan zo even kijken, wat een beetje naar boven. Ja. Als je een peeling. Ik heb ook een keer een peeling gehad, ik zag eruit als een... We moeten hier naar boven. Waar moeten we daar? Jeetje, ik word helemaal. Lopen jullie maar eerst en dan lopen we gewoon naar de kamer. Oh, ga je nu al draaien? Ja, een beetje sfeershots. Sfeershots. Nou. Wij gaan een cabine voor je. We hebben een cabine. Anna, waar neem je mee naartoe? Ik vind het nu al gek. Ja, echt, wat doe ik je aan? Ja, hierin? Ja. Goedemiddag. Hi, hi. Hi. Welkom lekker verder, Sharon. Hi, Anna. Hi, Sharon. Hi, ik ben Fred. Met het hoofd hier aan deze zijde. Oh, niet zo. Nee, nou ja, mag ook natuurlijk, maar behandelt een beetje onhandig, hè? Oh, ja, lekker. Ja? Kom maar. Gaan we meteen liggen? Ja, kom lekker liggen. Oké. Okay. Ja, maar moet je... Ja, oké. Okay. Nou ja, ik, het zal mij... Ja, laat het lekker gebeuren. Wat we dadelijk gaan doen, ik ga jou lekker behandelen. We gaan beginnen met de reiniging. En nog een bubbel kleemasker. Maar ja, daar ga ik je dadelijk meer over vertellen. Komt goed. Een bubbel kleemasker. Ja, het is een hele nieuwe rit uit Korea. Dus ik ga je er dadelijk meer vertellen. Nee, dat is echt zo. Heel spannend, Fred. Ik vind het niet spannend, maar ik wist helemaal van niks. Dus ik denk, wat ga ik doen? Na 5 seconden staat, zit ik hier dus op de handenstoel. Precies. Nou, dan ga ik je achterover leggen en gaan we lekker beginnen, toch? Ja, als paas maar wel. Natuurlijk, we gaan het alleen nog maar mooier maken, toch? Ja, nou, gaan we de stoel lekker achterover neerleggen. Oké, we moeten dus heel erg stil zijn. Ja. Ze zitten recht hierboven. Het is super
Dat is heel goor. We zitten wel voor het eerst echt een lekkere afkijken. Inderdaad. Dit is echt top, Hans. Okay, Fred ligt nu op de behandeltafel, zie ik. Ik heb een masker opgezet. Oh, die zagen we net ook. Ja. Reinigen. Yes. Nou, voor alle mensen thuis, nu kunnen jullie zien hoe ik eigenlijk normaal echt uitzie. Ik neem aan dat we dan zo even een intro en zo moeten opnemen. Maar dat doen we wel even achteraf. Maar kan u dat beter niet nu doen? Wat straks zie ik eruit als een ontstoken ding. Ja, is goed. Ja? Actie. Moet ik dat? Actie ook zeggen. Zeg je nou echt actie? Nou, Fred. Nee, maar het is zo grappig. Nee, maar dat is toch niet leuk, Fred? Nee, maar het is toch grappig? Dat kan niet meer zeggen. Actie! Welkom. We gaan vandaag, het is me niet helemaal duidelijk, precies gaan opnemen. We gaan vandaag een beauty item opnemen waarbij we eigenlijk de nieuwste trends in beautyland in kaart gaan brengen. Mijn eerste slachtoffer is Fred van Leer, die echt oprecht van niks wist en die nu zometeen met een netje op zijn hoofd iets van een masker krijgt. En bij mij is het nog niet helemaal duidelijk, maar het doel van deze serie is dat we dus de nieuwste beauty trends gaan uitlichten. Ja. Jij vertrouwt het weer niet, hè, Stéphane? Jij vertrouwt het weer niet, hè? Nee, maar ik vind het allemaal helemaal grappig. Ja. Maar ik weet het helemaal niet voor niks, maar dat we even weten wanneer er gedraaid wordt. Ja, of als ik even zomaar een akkoord kan hebben, ook voor Fred, dat we het kunnen zien voordat er iets... Als de constante camera hier is, dan weet ik ook wat ik kan zeggen, wat ik niet kan zeggen. Ja, maar ik vind het juist ook wel leuk dat jullie helemaal weten wat jullie kunnen verwachten. Zodat, ja. Nou, dat is gelukt. Jongens, schiet op met dat maskertje. Fred moet gewoon niks meer kunnen zien. Het is een reinigingsproduct wat ervoor zorgt dat de poriën lekker open gaan staan. Oh, dat zet ze wel lekker open, schat. Ja. Heerlijk. Smaak nou. Nou, lieve mensen, ik lig inmiddels samen met Anna, want die heeft me eigenlijk gewoon gefukt dat ik ineens bij een hele leuke, vooral enthousiaste, gezellige dame zit. Smeer die shit nu op mijn lippen. Tempo. We gaan door met jouw behandeling natuurlijk. Lig je lekker, Fred? Prima. Nou, voor Prinu prima, helemaal goed. Ja. De peeling hadden we net over. Ja, dat is dus geen goede manier, omdat je vanavond wel gewoon helemaal mooi bij. Ja, echt. Over een uur moet ik daar ongeveer zijn. Ik ga even kijken, want wij hebben wel vanuit LA ook een hele mooie andere nieuwe behandeling. Het is een heel natuurlijk product, dus hier kan echt helemaal niks aan misgaan. Het zet ook echt binnen een uurtje al op en het geeft 4 dagen tijd ongeveer en dan zakt het weer gewoon. Maar wat is het? Hoe heet het? Er zit wat hyaluronzuur in en dat zorgt ervoor dat jij het hier verstand van. Ja, maar je moet... Ja, maar wat is het? Een crème of wat is het? Nee, het is een soort van crème wat we wel een beetje injecteren, maar natuurlijk niet een met crème wat je een beetje injecteert? Ja, precies. Dat kan toch niet? Nee. Wel zeker. Hoe heet dit? Weten we dat? Doe ook zo'n masker, schat. Dan is het toch, je gaat toch niet je lippen op laten spuiten? Nee, maar het is echt maar heel klein beetje helemaal natuurlijk, dus er kan echt niks gebeuren, Anna. Ja. Dat zal ik je verzekeren. Natuurlijk, komkommers zijn natuurlijk. Maar mag ik eens zien? Maar is het een soort van tintelende crème? Want dat ken ik wel. Maar dat doet niks, joh. Die lipgloss, die tintelt. Maar mag ik het zien? Oh, Fred, die zit het echt niet zitten, hè? Ik ben benieuwd. Anna moet het doen. Wacht maar, zo heel erg aan tegenstreven om geloofwaardig over te doen. Ja. Het is echt die tintelende lipgloss. Ja, die tintelende lipgloss als het ware, wat ervoor zorgt dat die lippen gewoon een klein beetje gelift worden. Zodat dat er gewoon binnen een uurtje mooi uitziet en dat vermindert eigenlijk ook al wel binnen een paar dagen. Dus er is echt niks aan de hand. Ik vind sowieso dat je gewoon wel je lippen moet laten opspuiten. Veel groter moet ze worden. Ze heeft al zo'n mooie lippen. Het ziet er super uit. Oh, kom op, Anna. Ja? Oh, wacht even. Het rustig gaat helemaal goed komen. Ik weet ontspannen. Fred, hou op met lachen alsjeblieft. Ja, nee, maar... Nee, ik hoor alleen maar gekke dingen. Ik hoor iets spuit en... Was dat het alweer? Ja, dat was het al. Daarom, het stelt echt helemaal niks voor. Wat hebben ze gedaan dan? Mag ik kijken? Druk letterlijk gewoon echt zo'n inimini... Wat doe je nou nu? Even zonder grap, zonder dat iedereen lacht. Het brandt wel echt nu al een beetje, serieus. Ja, maar dat is waarschijnlijk van de spanning, echt waar. Van de spanning? Ja, zeker. Hier heb je wat gedaan, toch? Ja, dit brandt gewoon best wel.
En ik heb echt een hele gevoelige huid. Laat maar eens even kijken. Ja. Oh, maar dit brandt wel echt een beetje. Ja? Ja. Maar wat heeft ze, wat voor spul heb je dan gespoten? Ik ben zo terug bij je. Kan ik kijken of niet? Ik vind het een hele rare praktijk. Is het normaal dat het heel erg brandt? Ik heb het daarna gekeken en ze hebben dus echt verteld dat er geen botuline in zit. Wat er normaal gesproken dus wel in zit. Maar ik ben bang dat er toch een soort van reactie is ontstaan. Want laten we eens kijken. Wat is botuline? Wat is botuline? Dat zorgt er dus voor dat je lippen echt een hele mooie Ja, dat je een lip krijgt. Maar ja, dat het er zit er geen botuline in? Nee, dat zeggen ze van niet. Maar dat is het enige waar misschien een reactie op zou kunnen komen. Het gaat niet goed met je, hè? Nee, ik vind het even ook niet als je zo doet. Doe even, ja, de camera gaat niet uit. Oh, ik ben zenuwachtig. Ik ook. Ik ben zo fucking zenuwachtig. Ga erin. Gaan we erin? Ja. Als dit wel goed gaat, jongen. Ja, hij was echt sceptisch. Hij was zo erg op zijn hoede en sceptisch. En nu, op dit moment gaat het helemaal fout. Ja, en wij hebben geen idee. Oh, maar nu raak ik ook een beetje paniek. Ja, ja, ik weet dat jij heel vrolijk bent en zo, maar dit is echt heel pijnlijk. Sorry. Hier. Kan ik nog iets anders voor je doen misschien? Nee, ik ga even staan. Schat, ik ga even naar buiten anders. Ja. Dat is beter. Schat, ga even zitten. Je ziet niks. Maar je wordt wel een beetje bloed, hoor. Je hebt ook bloedheet, je krijgt helemaal als jij even naar buiten gaat, want ik denk niet dat iemand er iets aan heeft dat jij zegt dat ze bleek wordt. We hebben een nieuwe leverancier gekregen en ze hebben dat niet goed aan ons doorgegeven. En er zit ga even zitten. Nee, ja, ik wil even helemaal niet zitten. Wil jij gewoon nu dat het eruit gaat? Ja, ik zal even ijs halen. Ik vind het ook een beetje een gekke praktijk, mag ik dat zeggen? Oh. Nou, ik heb gewoon mijn hele even oor een watertje dan. Ook. Kijk, dit is ook helemaal rood. Dit hele stuk voelt soort van alsof het in de fik staat. Maar heeft ze dit erin gespoten? Nou, ze doet gewoon... Maar moeten wij niet gewoon nu naar binnen dan of zo? Nee, we weten niet wat er gebeurt, bro. Misschien gaat het allemaal wel goed. Ik heb geen idee, maar misschien gaat het ook wel niet goed. Ik word gebeld door 112. Ja, gaan we? Ja, gaan. 112 alarmcentrale, goedemorgen. Hier zo. Maar dit is echt heel gevaarlijk. Wil je alsjeblieft gaan zitten, want dit is echt heel gevaarlijk. Jij moet echt de telefoon aannemen, want dit nou, is doe ambulance, normaal. Want dit gaat dadelijk echt verschil. Goedemiddag, alarmcentrale. Sorry, wat met wie spreek ik? Dit is echt alarmcentrale. Alarmcentrale, ja hoi. Ja. Kom hier. Ja, maar even serieus. Anna. Anna, even. Wil jij even aan de kant gaan, alsjeblieft? Zeg alsjeblieft dat er hier bij je droom is. Schat, ik weet toch niet waar je bent? Schat. Hallo, dit is de Jan van Galenstraat 139. Er moet echt heel snel een ambulance komen. Wat doe mijn naam? Mijn naam is Sharon Kokke. Het gaat echt niet goed. Ik heb hier iemand in de salon. Nee, en daar is botuline ingekomen. Schat, en ze moet echt snel een ambulance komen. Er moet echt heel snel een ambulance komen. Nee, je moet alsjeblieft pakken even aan. Dan blijf ik bij haar kijken. Hallo? Hallo? Ja? Met wie spreek ik nu? Geef door dat je lippen een beetje rood aan het worden zijn. We zijn er. Probeer heel eventjes rustig te blijven. Wat is er aan de hand? Ik ben heel rustig, maar iedereen gilt je aan. Als jij even ijs gaat halen, alsjeblieft. Welke straat, meneer? Meneer, welke straat? Jan van Galenstraat. Oké. En wat is er misverstand? Er staan paashazen in het etalage. Oké, nou ja, er komt een ambulance aan. Wat is er aan de hand, meneer? Een vriendinnetje van mij die heeft een soort kremmetje gekregen. Die zit in een soort kliniek. Wat voor kremmetje? Ja, geen idee. Wat is het? Botuline. Oké, de ambulance staat voor de deur. We komen als het goed is nu naar binnen. Ja, we komen nu naar binnen. Oké, nou dat is wel snel. Ik laat het verder over aan het ambulancepersoneel. Oké, dan. Pik, dit heb je fucking goed gedaan. Ja? Even serieus. Hij trapte erin! Oké, Jos gaat nu naar binnen. Boven. Ik heb naar boven. Hallo. Moet ik serieus mee? Ja, inderdaad. Ik heb dit hele stuk... Ja, ik weet het niet. Oké, go. Til de ding eruit. Nou, hoe werkt dat? Weet ik niet. Zit een klemmetje ergens? Ik weet niet hoe dit werkt, joh. Zit er echt een klem of zo? Ja, hier zit... Oh, wacht. Ja. Zet hem op de stoep, hier. Zo, hier is het goed, Hier? Laat hem hier maar staan, ja. Oh, hier gewoon een beetje de ding lopen preppen en zo. Dus komen we eraan. Dit hele stuk is gewoon verlamd. Super pijnlijk. Gewoon helemaal aan het tintelen, zo.
Ik ga het niet meenemen. Even serieus? Ja. Jezus Christus, wat een Mongolen praktijk dit, hè? Even serieus. Nou ja, ik niet. Ik schrik ook gewoon. Nee, doe ik wel, schat. Nee, ga maar. Zet op je mijn telefoon. Wat ben ik aan het doen? Geen idee, blijf gewoon hetzelfde doen. Altijd te moeten blijven gelachen. Ze komen eraan. Nou, misgaan dan. Even serieus. Oh, Jezus Christus. Komt er iets? Ja, hij staat nu achter. Je bent gelukkig! Ik haat jullie echt! Kutwijf! Kutwijf! Ik zweer! Ik zat de hele tijd te kijken, die gast die klopte niet. En zij is een bloedhuur! Oh! Ik schrik me de tyfus! Jezus Christus! Fantastisch! Zoals het zo over de hoge irritatie heeft! Kutwijf echt! Die lelijke Balenciaga schoenen! Oh jezus! Maar zij was irritant! Ben je echt schoonheidsspecialist? Ja, dat wel. Oh, wat een kutwijf ben jij. Maar ze bleef ook helemaal aan je zitten. Blijf van de af gewoon. Nou, toch is er een gatje. Net zoals Dave of Dries roepen dat ik jullie voor je bek moet rammen. Ook in maat, nice, Fred. Goed je weer te zien, man. Lang geleden. Ja. Inderdaad. Zellig. Heel gezellig. Wacht maar. Ik jou een keer gaan naaien, maatje. Nou, ik ben dus Fred Verleer en ik ben net keihard genaaid. En het is niet eens weekend. Nou, schat. Alpers. De prank is gelukt. Fred Verleer is een kaart ingestonken. Anna Nushin en de rest van ons team hebben fantastisch geacteerd. Kijk, dit is Anna Nushin. Dit is in de BH. Doen we gewoon nog een keer. Goed, iedereen bedankt voor deze fantastische prank. Ik wil graag mijn moeder bedanken en heb jij nog iets te zeggen? Papa, mama en mijn zus en mijn twee broertjes en mijn neefjes en mijn nichtjes. Top. En vond je dit een hele tof video? Geef me alsjeblieft zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ik ga ons volgen op social media. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van Constrate. Dankjewel jongens. Houden. Jezus. Sorry. Fred, je bent genaaid. Luister, we hebben een superleuke winactie voor jullie. Jullie kunnen namelijk kans maken om deze officiële maatennaaierstruien te winnen. Wat moet je daarvoor doen? Het is heel simpel. Jij moet je vriend of vriendinnetje of vriendinnet of weet ik voor wie moet je even gaan naaien. Naaien. Ja. Dan moet je een filmpje van maken en op Instagram zetten en Concentrate erin taggen. Dat is @concentrate_nl. Ja. En vergeet niet de hashtag maatennaaiers te gebruiken, zodat wij het kunnen zien. En de origineelste, de leukste, de grappigste, de pijnlijkste, de tofste, die maakt kans op deze officiële maatennaaiers trui. Deze bezweten truien. Absoluut, dat zijn ze zeker. Ja.